Brussel. Misschien ben je er wel al eens op klasuitstap geweest of woon je er zelf. En zondag zijn er ook hier verkiezingen. Brussel bestaat uit 19 gemeentes en dus moeten er ook 19 nieuwe burgemeesters gekozen worden. Er zijn twee officiële talen in Brussel, Nederlands en Frans. En daardoor kan je hier stemmen op Nederlandstalige politieke partijen en op Franstalige. In sommige gemeenten zullen Nederlandstalige en Franstalige politici na de verkiezingen dus moeten samenwerken. In Brussel moet je vanaf 18 jaar ook verplicht gaan stemmen, terwijl dat in Vlaanderen niet meer zo is. En de verkiezingen hier hebben zelfs een impact op de mama's en papa's die niet in Brussel wonen. Want elke dag komen duizenden Vlamingen naar hier om te werken. En zo merken zij dus ook de gevolgen van wat de gemeenten hier beslissen. Kei tof dat je naar deze video hebt gekeken. We hebben nog veel meer. Je kan het allemaal checken op dit kanaal, dus liken en abonneren maar.